Wat vindt u van de vergelijkingen die er worden getrokken tussen u en de Amerikaanse president? En ik denk dan dat hij bedoelt Trump. Ja, de voormalige. Ja. Nou, Roar, ik denk dat ik niet in de schaduw kan staan van Donald Trump. Dat is een man die natuurlijk een ongelooflijke staat van dienst heeft en ook het land 4 jaar bestuurd heeft. Maar ik vind wel dat hij een aantal dingen heeft gedaan die ik goed vind. Hij heeft bijvoorbeeld het gevaar van een opkomend China echt heel duidelijk op de kaart gezet. Hij heeft de immigratieproblematiek in Amerika voor het eerst bespreekbaar gemaakt. Hij heeft gewezen op de problemen van de Europese Unie, waar ik ook het mee eens ben. Dus op allerlei punten. Hij heeft allerlei handelsverdragen, zoals NAFTA, dus tussen Mexico, Amerika en Canada, heeft hij opengebroken. En dat komt ook overeen met bepaalde dingen die wij vinden over het CETA-verdrag, omstreden verdrag met Canada en het Oekraïne-associatieverdrag. Dus er zijn echt wel overeenkomsten. Hij is geen oorlog begonnen in het Midden-Oosten. Dat vind ik ook zeer te prijzen. En qua campagne? Een aantal dingen vind ik heel positief. Qua campagne, ik kan niet zo goed beoordelen hoe Trump campagne heeft gevoerd, maar waar ik me wel verwant mee voel, dat zijn de rallies die hij hield. Met heel veel mensen erbij. Ja, soms een petje op, dat klopt. Ja, ik heb ook soms een petje op. Ik weet nog niet of dat nou het meest betekenisvolle overeenkomst is. We hebben ook allebei wel eens een pak aan en een das op. Ja, maar ja, ik vind wel, het is een inspirerende man. Het is een man die iets heel bijzonders heeft proberen te doen. Ik denk dat hij ontzettend is dwarsgeboomd en dat er uiteindelijk van zijn erfenis... Ik zag vanochtend, heeft Biden de executive order die Trump heeft uitgevaardigd, dat overheidsgebouwen in neoclassieke stijl gebouwd moesten worden, heeft hij weer teruggedraaid. Wat ik heel jammer vind, want ik vind die klassieke architectuur vind ik veel mooier dan moderne architectuur. Maar ja, dus ik denk dat van de erfenis van Trump niet ontzettend veel over zal blijven de komende jaren. Maar het was toch een bijzonder mens. Hij heeft zelf weer een speech gehouden. Daarin zei hij dat hij misschien wel over 4 jaar weer mee wil gaan doen. Ja. Ja, maar ja, dat moeten we afwachten. Ik weet niet hoe waarschijnlijk ik dat vind, maar we zullen het zien.